dat sterk echt op de Nederlandse markt in ieder geval staat. En we hebben nu ook al enkele verkooppunten buiten Nederland. Maar in ieder geval dat Tasty Lady gewoon goed bekend wordt in de betere verkooppunten, slijterijen en speciaal biercafés. Ja. Okay. Inderdaad, ja. Rutte heeft het bedacht, brouwmeester zeg maar. Die heeft bedacht, ik wil een bier laten brouwen door vrouwen. Heeft inderdaad selectie gemaakt van heel veel vrouwen. Er zijn natuurlijk meerdere, nou niet zo ontzettend veel vrouwen in de bierwereld, maar wel. En uiteindelijk ons gekozen, allemaal omdat we eigenlijk allemaal verschillende werk doen, maar wel in bier. Qua leeftijd ook allemaal een beetje verschillen. En ik dacht, ik wil de vijf bij elkaar hebben. En heeft ons rond tafel gezet met een blanco papiertje om het recept te schrijven wat ons nou leuk leek om te gaan brouwen. Wat gebeurt er met het huishouden en jullie allemaal van huis zijn? Dat is een goeie. No. Ja, dat blijft gewoon liggen. Ja. Ja. Dat komen we niet meer toe. Ja. Maar ja, je kan wel een lekker biertje erna nemen. Dus dat we zijn geen huisvrouwen. Nee.